Ik heb nog één echte knaller van een act. Ik moet er nu vol voor gaan. Wat gaat dit worden? Oh, lieverd. Ruben komt op. In dat pakje. Ik denk moderne danst. Kan ik hebben. We spelen dat we in een restaurant zijn en ik ken het klassieke nummertje wel. En hij heeft een gek pak aan. Dus ik denk, oké, Crazy Ruben, leuk. En dan gaat hij als een ballerina of zo, gaat hij serveren en dan gaat er iets mis. Leuk, leuk, leuk. Prima. Wat gaat hij doen? Oh, nee. Nee, hoor. Dat gaat hij niet doen. En toen dacht ik, nee. Spaghetti op gaat snuiven. Ik denk dat hij dat gaat. Oh mijn god, hemelsje lief. Nee. Oh, Ryan heeft het moeder, jongens. En ik denk, ja, maar dat kan ik niet tegen. Die spaghetti, dat ga ik nooit overleven. Ik kan niet eens vechten daartegen. Ik kan niet mijn lach inhouden of zo meer. Dat kan niet. Motherfucker. Wat gaat hij doen? Hij gaat via zijn neus eten! Nee! Doe zijn neus! Nee! Professionals die hem kennen, kennen hem als de spaghetti vlos. Nee. Oh, we moeten hem stoppen. Oh. Nee. Ik dacht, Jezus, Mina, ik had dit nooit gered. In mijn huig ontstaat er een prop spaghetti die niet over dat spekdammetje wil. Waarom doen jongens dit? Waarom doen jongens dit? Waarom? Ik was in paniek. Het lukte niet. Ik had niet eens meer door. Of het wel leuk was of niet. Ruben. Dit fucking jackass beland. Waarom? Op een gegeven moment voel ik een klein tuutje. En ik probeer hem nog naar buiten te roggelen. Ik ben zo blij dat jij dit doet. En opeens kom ik weer terug en ik zie Ryan keihard lachen. Voor de mensen. Hier gaan mensen zo... En daar was ik zo blij van. Dat er een glimlach op mijn gezicht kwam. En toen lag ik er zelf uit. Oh.